Hoi, mijn naam is Martijn Groenendal. In dit filmpje ga ik je 4 eenvoudige stappen geven hoe je elke negatieve emotie voorgoed oplost. Voordat ik je dat ga geven, is het belangrijk voor jou dat je 1 situatie uit je eigen leven neemt waarin je dus een negatieve emotie ervaart. De informatie die ik ga geven is anders te abstract, te theoretisch. Dus om dat te vermijden, neem 1 situatie waarin je wel eens vastzit in een negatieve emotie. Het kan bijvoorbeeld angst zijn. Het kan boosheid zijn, het kan schuldgevoel zijn of schaamtegevoel. De 4 emoties die ik net noemde heb ik ook beschreven in de 2 e-mails die je hieronder nog kunt nalezen. Om er dieper op in te gaan en om een helderdere kijk te krijgen op die 4 emoties en hoe je ze kunt oplossen. In dit filmpje krijg je dus 4 eenvoudige stappen te zien hoe je die emoties oplost voor jou. En het is een toelichting dus op de 2 e-mails die ik heb geschreven. Dus, voordat ik je die 4 stappen ga geven, wil ik je eerst nog 2 inzichten geven, waarop eigenlijk de 2 e-mails zijn gebaseerd. Het eerste inzicht is dat emoties worden veroorzaakt door de betekenis die je aan een situatie geeft. Dus dat betekent, hoe jij naar een situatie kijkt is de oorzaak. En het gevolg is de emotie. De betekenis die je aan een situatie geeft, dat is de oorzaak. Het effect ervan is de emotie. Tweede inzicht dat ik je wil geven is, bij schuld en schaamte met name, dat de oorzaak altijd een regel is die je overtreedt. Dus de regel die je overtreedt is de oorzaak en het gevolg daarvan is een schuldgevoel. De regel die je overtreedt is de oorzaak en het gevolg daarvan is een schaamtegevoel. Nou, om dat wat helderder toe te lichten, heb ik hier opgeschreven voor jou, ik hoop dat je dat goed kan zien. Schuld en schaamte is dus altijd een reactie op het overtreden van een regel. Stel je voor, je hebt de regel, je moet altijd rekening houden met andere mensen. Ja? Dus de regel geldt, je moet altijd rekening houden met andere mensen. En je wordt 's nachts om 1 uur gebeld. En iemand zegt, oh, ik heb je hulp nodig. Ja, dan krijg je al een schuldgevoel bij het nee zeggen. Nou, stel je voor dat er een patroon in je leven ontstaat waarin je altijd last hebt van het schuldgevoel, dan is het de moeite waard om die regel te breken of aan te passen. Dat je zegt, nou ja, andere helpen is belangrijk, maar tot 12 uur bijvoorbeeld. Dus merk op, schuld gaat over een regel die je overtreedt. En die regel hanteer jij zelf, die kun je gekregen hebben uit je opvoeding of uit je omgeving of van anderen. Dus los waar je hem vandaan hebt gekregen, is het belangrijk om te identificeren wat is eigenlijk de regel die je overtreedt. Schaamte is een externe regel, dus bijvoorbeeld de regel van de familie, de regel van het geloof, de regel van de cultuur of de regel van de organisatie. Zo doen we dat hier niet, je moet je aan de regels houden. Je hebt de regel gebroken, je zou je moeten schamen. Zie je, dat effect is dus, het overtreden van een externe regel creëert schaamte en het overtreden van een interne regel creëert schuld. Nou, bij boosheid en angst gaat het vaak meer om een betekenis die je hebt gegeven aan een situatie wat de emoties creëert. Dus denk nu aan de situatie in je eigen leven, of het meer gaat om schuld, dat je je schuldig voelt. Of meer dat je je schaamt voor iets. Of dat je boos bent of uit je slof schiet. Of dat je gewoon heel erg bang bent. En nu ga ik je 4 stappen geven hoe je dat kunt oplossen. 4 stappen om negatieve emoties op te lossen. Hier komen ze. Bij schuld en schaamte ga na welke regel overtreed je eigenlijk voor je gevoel. Waar gaat het eigenlijk om? Welke regel overtreed je? Dus het voorbeeld wat ik gaf over je moet altijd rekening houden met anderen, je moet altijd andere mensen helpen, dat is dan de regel waar het om gaat. Dat is de oorzaak. Ja, als ik dat overtreed, of als je dat overtreedt, dan krijg je een schuldgevoel. Bij boosheid en angst, wat is de betekenis die situatie heeft? Wat betekent die situatie en kun je dat identificeren bij jezelf? Dat is dus de eerste stap. De tweede stap is dan dat je die regel wilt aanpassen of
volledig wilt breken of het uitmaken met een regel, om het zo maar te zeggen. Wil je die regel aanpassen of wil je de regel gaan breken? Dus dat betekent, je moet altijd rekening houden met anderen. Ja, kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik pas hem aan in deze situatie, nuanceer ik hem of contextualiseer ik hem, omdat het, ja, het is nu 12 uur, dus na 12 hou ik meer rekening met mezelf. Ja, zo pas je de regel aan. Het gaat om jou, hoe kan jij in jouw leven volgens jouw waarden en normen de regel aanpassen? En of hoe kun je de betekenis veranderen? Dus stap 2 is, hoe kun je die betekenis veranderen? Of hoe kun je de regel aanpassen of breken? De derde stap is, wat is de nieuwe regel die je wilt hanteren in die situatie? Nou ja, ik houd rekening met mezelf. Dus de nieuwe regel. Of de nieuwe betekenis is bijvoorbeeld dat je zegt, ik word niet alleen gelaten wanneer je bent afgewezen, maar je bent vrij. Dus een nieuwe betekenis geven is de kracht, waardoor je een nieuw effect creëert. Dus stap 3 is, wat is de nieuwe regel die je wil hanteren? En of wat is de nieuwe of andere betekenis die je wilt geven aan die situatie? De vierde stap is, en ik hoop dat je dat kunt lezen, wat levert het op om die nieuwe regel te hebben? Het is belangrijk dat je hem daarmee ondersteunt. Wat levert het op om die nieuwe regel te hebben? Nou ja, bijvoorbeeld als je zegt, ik hou rekening met mezelf, betekent, hey, ik heb mijn zaakjes daarmee goed in orde, mijn leven is georganiseerd. Een nieuwe betekenis kan bijvoorbeeld zijn, hey, ik ben vrij, ik kan doen wat ik wil, in plaats van een oude betekenis die angst of boosheid creëerde. Dus wat levert de nieuwe betekenis op voor jou in die situatie? En of wat levert de nieuwe regel op in die situatie? Dit zijn de 4 stappen. Ik zal ze nog één keer herhalen. Welke regel overtreed je eigenlijk in het voorbeeld dat je hebt gekozen? Waar gaat het eigenlijk om? Welke regel overtreed je voor je gevoel? Is die intern of extern? Wat is de betekenis die je hebt gegeven aan die situatie? Het is één van die 2. Hou het simpel. De tweede stap is, wil je die regel gaan aanpassen? Of wil je die betekenis gaan veranderen? Of wil je die hele regel gewoon breken en niet meer hebben? Of wil je hem nuanceren voor de specifieke situatie? De derde stap is, welke nieuwe regel wil je hanteren? Of welke andere betekenis wil je gaan geven aan die situatie, waardoor je emotie verandert? De vierde stap is, wat levert het op om die nieuwe regel te hebben voor je? Wat levert die nieuwe betekenis op, nu je die hebt gegeven aan die situatie? Ik hoop dat je het waardevol vindt. Laat je reactie achter. Dan kunnen we doorpraten of als je vragen hebt. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Martijn Groenendaal.